Deze kringloopwinkel in Zwolle zamelt spullen in voor de Filipijnen. Maar de vraag is natuurlijk, hoeveel helpt deze actie nu eigenlijk? We hebben deze actie op touw gezet omdat we vonden dat we zelf iets moesten doen. Mm. En dus we zijn zelf spullen naar de winkel gaan verzamelen. En we hadden zoiets van, we hebben zoveel klanten, dus als die nou allemaal wat brengen, dan hebben we meer. Even kort gezegd. Ja, soms zeggen mensen, we hebben zo weinig, maar dat maakt niet uit. Want als iedereen heel weinig brengt, het zijn 100 mensen, dan heb je toch heel veel. Dus, ja. En als de vrachtwagen half vol blijkt, dat die half vol is, gaat hij dan wel rijden of blijft hij dan gewoon in Nederland? Nee, we gaan sowieso rijden, want we hebben natuurlijk niet zo heel veel tijd. Hè? Ik bedoel, we kunnen niet weken wachten. Ja. Dus hij gaat sowieso rijden, maar ja. Het callcenter van Giro 555 heeft aangegeven dat je als vrachtwagenchauffeur wel gek moet zijn om daar naartoe te rijden. Omdat de infrastructuur er zo slecht is dat je vrachtwagen waarschijnlijk niet terugkomt. En hoe kijkt u daar tegenaan? Wij rijden dus niet zelf daar naartoe. Hè? Wij brengen de goederen naar Heten. En die zorgen dat, dat het naar de Filipijnen komt. Ja. En hoe dat gaat, heb ik geen idee van. Nee. Maar goed, dat is niet... Niet onze verantwoordelijkheid. Nee. Hè? Dat besteden we dan weer uit. Maar vrees u daar wel voor dat jullie ontzettend veel moeite doen, maar dat het uiteindelijk voor niets blijkt te zijn? Dat kan, maar als je niks doet, weet je zeker dat het voor niks is, toch? Mm-hmm. Dus je moet gewoon proberen. Ja. Als je niet probeert, dan weet je zeker dat... En ook al zou misschien de helft niet aankomen, de andere helft wel. Je moet gewoon proberen. Ik wil graag alle mensen in Zwolle en omgeving vragen om hulpgoederen te brengen naar de Kringkoop in de Thomassenkemperstraat 103. Dit graag voor dinsdagavond. Het gaat om kleding, schoenen, plastic servies, bestek, dekens enzovoort. Alvast bedankt.